vaderdag vandaag. Iedereen roept tegen mij, Dick, vergeet niet dat het vaderdag is. Nou, de hele week Vee van Maduro aan mijn nek gehad. Die zei van mijn dochter, mijn liefste dochter gaat iets voor ons maken. Twee lieve dochters gaan iets voor ons maken. Dus aan tafel onze eerste gast, Favela. Favela Maduro. Zij gaat zo direct haar filmpje laten zien en ik ga er wat vragen over vaderdag. Onze hoofdgast vanavond, dat is tweeledig. Voor de grote pauze heb ik Olga Kostrevski. Zij is advocaat en behartigt de belangen van de mensen die aangifte hebben gedaan tegen pastoor Orlando B. We gaan haar over het vervolg van de rechtszaak van vrijdag bevragen. Ga je ons een update geven? Ja, dat zal ik doen. Oké. Dan hebben we na Jeroen Jansen en Niva, die ik nog niet heb gezien overigens, hebben we Tom de Wint. Tom de Wint is prothesemaker, zeg ik het zo, je binnen genoeg? Ja hoor. Ja. Hij is bijna met pensioen. En of dat nou vrijwillig of gedwongen is, dat gaat hij zelf vertellen. Aan de hand van de problemen met de SVB op het eiland en de financiering van bijvoorbeeld de hulpmiddelen waar Tom heel veel mee te maken heeft. Jeroen Jansen, uiteraard, wie is jouw gast? Ik heb een gast uit Nederland, uit Haarlem. Robin Arends, muziekjournalist, die een muziektip komt geven in de uitzending. Oké. En Niva hebben we nog en dan aan het einde hebben we Angeline Latschman. Zij is onze columniste van de uitzending Besluiten. Ik moet ook nog even wat dingetjes van de orde neerzetten, want we zitten hier allemaal heel gezellig, maar de bedoeling is als je geen consumptiebon hebt gekregen, dat je dat drankje zelf afrekent. Voor de rest hebben we, nou, we hebben nu wel een microfoon, maar geen zenders meer. Ben ik zo weer in verstaan? Zenders, daar zijn we mee aan het werk, dus als er iemand zit te kijken die denkt, ik wil jullie sponsoren voor het zenders, dan heel graag, want dan kunnen we ook onze gasten zenders geven. We moeten nu een beetje behelpen, sowieso is het een beetje technisch behelpen hoe we deze experimentele televisie doen, maar goed, dat moet uiteindelijk wel lukken. Als jullie tijdens de uitzending nog geen je eigen Facebook bekijken, het filmpje van Facebook bekijken, want we hebben gewerkt aan een nieuwe verbinding via UTS aan iedereen bij de gouverneur, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Nou, dan hebben we het al ongeveer gehad, denk ik. Gaan we beginnen. Aan tafel, mijn gasten van Verre Maduro. Het is vaderdag vandaag, hè? Mag je deze microfoon even pakken? Vaderdag, hoe begon de dag voor jou vandaag? Goed. Lekker. Kan slapen. Ik had doordat ik ben geslaagd met Evo, dan was ik een dag later opgestaan. Gisteren was het een beetje party tot 11 uur 's avonds. En ik heb nog niet het cadeau aan tegen papa gezegd, maar het cadeau gaat worden een picknick thuis. Oké. Maar je hebt een andere verrassing voor ons, hè? Vertel. Ik heb een filmpje. Je hebt een filmpje gemaakt? En waarom heb jij een filmpje gemaakt? Zeg maar. Dat is eng, hè, zo? Ja, dat geloof ik best. Weet je, zal ik jou uit de brand helpen? Zullen we dat filmpje gewoon gaan kijken? Een filmpje van Favela Maduro over Vaderdag. Zondag is het vaderdag. Wat is zo bijzonder aan vaders? Wat willen de mensen vertellen over hun vader? Dat ga ik nu aan hun vragen. Hij kan heel goed vechten. Hij probeert mij steeds te leren vechten. En ik vind het heel leuk, maar toch ben ik een beetje ondeugend. Hij heeft me laten leven. Hij is mijn vader. Heb je een hele leuke herinnering van je vader met jij en je vader? Nee. Ik kan me heel goed herinneren dat ik vroeger altijd met hem naar het strand ging. We gingen heel vaak zwemmen op zondag. En dat hij me ook heeft laten zien welke stranden op het eiland zijn. Want hij werkte vroeger bij Codilla. En omdat hij zoveel plekken kent, ging hij altijd met ons, met het gezin dan, naar het strand op Curaçao. Dat kan ik me heel goed herinneren. Ik en papa samen aan zijn huis gingen werken. Dat was heel erg leuk.
En toen ik en met hem naar de naar een submarine ben zijn gegaan en toen zijn we onder water gegaan met hem. En hij heeft heel veel access naar overal. En hij is erg leuk. Wat vind je zo bijzonder van je vader? Dat hij altijd mij blij maakt als ik boos ben. En wat is je leukste herinnering? Toen wij bij Disney gingen en ik en mijn vader naar een ride dus gingen, dat was mijn leukste herinnering van hem. Hij kende veel gebouwen, hij kende veel landhuizen van vroeger. Dus dat zijn de meeste leuke herinneringen. Ja, klopt. Dat was het voor vandaag. Fijne Vaderdag. Tot volgende keer. Misschien kan je even vertellen, wat heb je precies gedaan? Gisteren heb ik een paar kinderen van mijn klas en mijn juffrouw geïnterviewd. Dan ging ik hen vragen wat vinden ze zo bijzonder van hun vader en wat is hun leukste herinnering met hun vader. En wat zeiden de kinderen? Bijvoorbeeld eentje zei bijvoorbeeld, mijn vader heeft me laten leven. Wat bedoelde die daarmee? Gewoon dat hij geboren is? Ja? En als ik die vraag aan jou stel, hoe bijzonder is jouw vader? Lief. Hij laat al mijn dromen uitkomen. Ja? Wauw, zo'n vader wil ik ook. Oké, ik wil je bedanken. Het filmpje is te zien op internet. En wij gaan even gasten wisselen, want onder het filmpje hadden we dat eigenlijk moeten doen. Wil je nog wat zeggen? Oh ja. Want je gaat nog een filmpje maken, hè? Zeg maar. Dan ga je vervolgen. Nou, zou ik het vertellen? We hebben het over gehad, wat ze voor volgende week moet gaan maken. Wij werken allemaal heel hard. En zij gaat op vakantie, de vakantieperiode komt eraan. En zij gaat de mensen dus vragen waarom ze op vakantie moeten. En wat ze willen, waarom ze vakantie nodig hebben. Dus... Ik wil gewoon op vakantie met jou. Ik wil dat niet door. Wij samen op vakantie? Nee. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Haar vakantie gaat gewoon komen. Maar waarom hebben de andere mensen gewoon vakantie? Wij zijn zo druk bezig met alle onze verplichtingen. En we hebben het erover gehad dat zij maar de mensen moeten gaan vragen. Waarom heb je vakantie nodig? Wat heb jij gedaan met je vakantie verdiend? Nou, blijf kijken. Volgende week zondag. Favelle in de hoofdrol. Oh ja, de politie was. Ja, de politieagenten die zijn reguliere bezoekers. Ze hebben zelfs, ik denk, belangrijke functies in deze kerk. Al bij al kan ik concluderen dat ik blij ben dat het aan het licht is gekomen. Maar ik maak me heel erg veel zorgen, want er komen nog mensen. Het is minder geworden, maar er komen nog mensen. En de vrouw van Orlando is een hele sterke motor. Dus ik ben bang dat er meer slachtoffers zijn. Dat gegil, het is werkelijk hysterie in zijn topvorm. Gegil, geroepen en het gebruik maken van lichteffecten. Hoe dan? Dit is vreselijk wat is gebeurd. Het is zo erg dat mensen die dit horen en zien, twee reacties. Je hebt hele wrede reacties, maar je hebt ook reacties van het kan niet waar zijn. Hoe kwam de hele zaak aan het rollen?
Begin 2016 is een Curaçaos meisje bij mij op kantoor gekomen. Ze had mij verteld van het seksueel misbruik dat haar is aangedaan door de betreffende pastoor. En ze zei dat ze eindelijk de keuze heeft gemaakt om haar mond open te trekken om aangifte te doen. Dus ze heeft aangifte gedaan bij de politie op mijn advies. Dat is helaas waarschijnlijk door de politie meteen de volgende dag uitgelekt naar de krant. En daarom zijn we rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie gegaan. Dat hebben we daar aangekaart. En op die manier zijn meer en meer slachtoffers bij mij gekomen. Onder andere een meisje uit Nederland ook. Om hoeveel cases gaat het? In totaal gaat het om 10 slachtoffers, de zaken waarvan een tenlastelegging is geformuleerd. Als u het heeft over 10, is dat alles waar u kennis van draagt of is dit het topje van de ijsberg? Ik ben bang dat het het topje van de ijsberg is. Ik draag kennis zelf van meer slachtoffers die geen aangifte hebben willen doen. Ik weet ook uit verklaringen van mijn cliënt dat er meer slachtoffers zijn en moeten zijn. En ik weet ook dat andere meisjes zich hebben gemeld bij het Openbaar Ministerie, maar die geen aangifte hebben gedaan, maar slechts een getuigenverklaring hebben afgelegd. Wat was de handelswijze van deze pastoor? Aan de ene kant verschilde dat van geval tot geval, maar wat wel de rode draad was door zijn handelen, was het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen hem en de meisjes. En het gaat vaak om meisjes die bij hem thuis moesten komen, logeren, overnachten of die bij hem een lift kregen naar huis. En vervolgens de meisjes overtuigen dat wat hij deed, dat het goed was. En na afloop bijvoorbeeld in sommige gevallen een drankje geven of een soort olie geven en zeggen dat ze gezondigd hebben, dat de duivel uit hun lichaam moet en dat ze dat moeten opdrinken. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat deze meisjes naar voren zijn getreden? Heel bijzonder is het feit dat de meisjes nu naar voren zijn getreden, omdat er eigenlijk een schaamtecultuur heerst, een taboe, het drukt een zwaar taboe op seksueel misbruik in de Curaçaose samenleving. Veel van de meisjes worden tot vandaag niet geloofd door bijvoorbeeld hun eigen moeders. Dus ze hebben heel veel moed kunnen verzamelen om naar mij toe te komen of naar het OM hun mond open te trekken. En we hopen dat door deze zaak slachtoffers zien dat het niet kan wat hun wordt aangedaan. En dat ze ook weten dat het goed is om je mond open te trekken en om rechtvaardigheid te zoeken. Een drukke week bij de rechtbank. Allereerst de zaak Babel, een hoge beroepszaak tegen Gerrit Schot en zijn vrouw en zijn levenspartner Sissen van der Dijs. Met een overlap in de zaak, hoe heet die zaak eigenlijk? De zaak van jou, Olga. De onderkomende zaak van de apostel. De followers, weet ik, met die zaak ook genoemd. Weet je wat ik dat niet weet? Ik zag het ergens in de pleitpositie van de advocaat van de pastoor. Maar goed, in ieder geval die zaak heeft vandaag of heeft deze week prominent in beeld geweest. Olga Kostnevski is de advocaat van de meisjes die aangifte hebben gedaan tegen pastoor Orlando B. Je bent dus niet direct betrokken in de rechtszaak, hè? Of zie ik dat verkeerd? Ja en nee, want op het moment als je slachtoffers bijstaat, dan kan je ervoor kiezen om de slachtoffers te voegen als benadeelde partij. En dan op termijn een beslissing nemen of je een vordering wilt instellen. En op het moment als je een vordering tot schadevergoeding instelt, dan heb je het recht om die vordering toe te lichten in de rechtszaal. En als je geen vordering instelt, dan heb je verder als slachtoffer geen spreekrecht volgens het Curaçaose strafproces. En dat betekent dat je in een kamertje naast de rechtszaal meekijkt? Ja, ik heb ervoor gekozen om bij mijn cliënten te zitten. Ik heb voor de eerste zitting had ik gevraagd aan de rechter en de officier of het mogelijk is dat mijn cliënten de zitting bijwonen van een aparte zaal. Ze hadden me aangegeven, luister, of we komen niet. En als ze komen, dan alleen in een aparte zaal, want we willen echt niet in één zaal met de verdachte zitten. Er zijn twee zittingsdagen geweest. De eerste zittingsdag die is uitgebreid in het nieuws geweest. Ik kreeg vanochtend een sms'je of een whatsappje van jou en je kantoor als reactie op de tweede dag zittingsdag. Kan je dat toelichten? Wat was die reactie? Die reactie was eigenlijk tweeledig. De eerste pilaar van de reactie was dat mijn cliënten zeer ontdaan zijn over wat er gezegd werd door de verdediging namens de verdachte.
hoe het feit eigenlijk gebagatelliseerd werd en hoe ze niet serieus werden genomen. En het tweede pilaar van de toelichting was dat wij heel erg jammer vonden dat ik eigenlijk ook de verdediging een ongecensureerde pleitnota aan de media had verstrekt, waarin dus de voornamen, achternamen van de slachtoffers voluit gemeld zijn. Want dat heeft verder helemaal geen toegevoegde nieuwswaarde en je brengt die meisjes alleen maar meer schade toe. En waarom hebben ze dat dan gedaan volgens u? Waarom? Ik denk dat het gewoon een stukje ethiek mist. Ja, of misschien een publiekelijk draagvlak krijgen. Zou dat ook kunnen? Ja, maar dat is een heel vervelende manier om dat te doen. Maar wat mijn cliënten vooral vervelend vonden is de lichtvaardigheid die gepaard ging met een pleidooi. En de argumenten die gebruikt werden van onder, ja weet je, je hebt als, wat is het probleem eigenlijk, wat je hebt als man, heb je het recht om een vrouw te benaderen, ja, om toenadering te zoeken. En zolang een vrouw geen weerstand biedt, dan is dat goed. En dat argument faalt eigenlijk om drie redenen. En dat was zo pijnlijk geweest voor mijn cliënt. Want ten eerste, geen enkele man heeft het recht om toenadering te zoeken tot een vrouw. Als man heb je geen recht op een vrouw. En als je zo denkt, als verdachte, als verdediging, als maatschappij, dan creëer je een heel voedzame bodem voor seksueel misbruik. En dat is heel kwalijk. En de tweede reden waarom het argument faalt, is dat je als pastoor een vertrouwensfunctie hebt. En in die vertrouwensfunctie kan je dan geen misbruik maken van de positie die jouw leden hebben. En ten derde, ja, iedereen begrijpt het denk ik, ja, behalve de verdachte, dat op het moment als je toenadering zoekt tot een vrouw en zij geen weerstand biedt, dat dan niet, vooral als het een jonge vrouw is of een kind, dat het niet hoeft te betekenen dat het slachtoffer daar dus mee akkoord gaat. En dat is een achterliggende gedachte van veel wetsbepalingen van zedendelicten, is dat je in veel gevallen geen weerstand kan bieden. U bent niet direct betrokken bij de rechtszaak in die zin dat u pleidooien kunt houden. U kunt wat u nu doet eigenlijk niet doen in de rechtszaak. Is dat een repliek wat we wel van het OM kunnen verwachten? Ja, wat ik naar voren heb willen brengen namens mijn cliënten, ik heb de mogelijkheid gehad om die gedachten te delen met het Openbaar Ministerie. En dat is ook voor een groot deel verwerkt in het requisitoor en in het tweede termijn van het OM. Maar het is inderdaad de taak van het OM dan om naar voren te brengen wat de consequenties zijn voor de slachtoffers van de strafbaarheid. Laten we even teruggaan in de tijd, want deze zaak is begonnen in 2000. Maar eigenlijk in 2014. Ja. Toen was het eerste meisje, Curaçaos meisje, dat in Nederland woonachtig was, heeft aangifte gedaan bij de politie in Rotterdam. Die zaak is toen uiteindelijk blijven liggen. En in 2016, dus ja, toch 2 jaar later, is een Curaçaos meisje dat hier woonachtig is bij mij gekomen. En heeft gezegd, oké, dit is wat ik heb meegemaakt en ik ben er nu klaar voor om mijn mond open te trekken en een aangifte te doen. En zelfs naar de politie gegaan op mijn advies. De volgende dag is die aangifte uitgelegd in de krant. En daar stonden details in die zij zelfs aan mij niet had verteld. Dus het kan niet anders dan door de politie is. Omwonenden zeggen, ik ben daar langs die kerk geweest en met omwonenden gesproken, die zeggen dat het vol staat met politieauto's op zondag. Ja, dat klopt. Want heel veel politieagenten zijn lid van de kerk. Heel veel leden werken op een andere laag. Van de bevolking. Bijvoorbeeld de werkgroep, ik ga dat nu in de uitzending niet noemen, maar een van de slachtoffers was bij een vrij grote onderneming werkzaam als vakantiebaantje. En die vakantiebaantjes werden geregeld door een persoon die dus ook werkzaam was in die onderneming. En op die manier zitten die mensen ja, in alle lagen van de samenleving. Hoe is dat toen verder gegaan? Want de politie is niet te vertrouwen. Sorry. De politie is niet te vertrouwen, blijkt uit wat we hier constateren. Waar moesten uw andere slachtoffers naartoe? Ik weet niet of we kunnen zeggen dat de politie in het algemeen is niet te vertrouwen. Maar in dat geval was het vertrouwen van mijn cliënten wel erg geschonden. En om die reden waren de andere meisjes bang om direct naar de politie te gaan. Ook al zou er een agent zijn die het wel serieus zou hebben genomen en niet zou hebben uitgelegd. Dus
zijn rechtstreeks naar mij gegaan. En via dat kanaal zijn we dus bij het OM terechtgekomen. En dan praten we niet meer over één case, maar over? Eigenlijk meer dan 10, maar uiteindelijk zijn er gewoon 10 slachtoffers die zijn op de dagvervaring terechtgekomen. En over, want u heeft in een interview met mij verleden best gezegd dat het een topje van de ijsberg is. Dat is zeker een topje van de ijsberg, want ik weet, mijn cliënt heeft bij mij verteld van andere meisjes die slachtoffer zijn geworden. Alleen die hebben ervoor gekozen dat ze geen aangifte willen doen. Ze hebben te veel angst voor de consequenties die dat volgens hun zou kunnen hebben. Maar ja, je kan iemand niet dwingen om aangifte te doen. En als advocaat kan ik dan niet zelf naar de politie stappen en zeggen, luister, bij die en die is dat en dat gebeurd. We hebben de tweede zittingsdag gehad met pleidooi van de advocaat. U heeft zelf een beetje verteld wat u daaruit heeft gehaald en wat wellicht in een pleidooi in een repliek van OM terecht zou kunnen komen. Hoe is het eigenlijk met de meisjes zelf die mee hebben geluisterd? Die waren heel boos, heel verontwaardigd, heel erg emotioneel. Een van de meisjes was echt redelijk hysterisch geworden, om het zo te zeggen. En wat zij niet begreep, inderdaad, sloeg naast die rechtvaardigheid waarmee met de zaak omgegaan door de verdachte. En het onbegrip, hij bagatelliseert het feit. Op een gegeven moment werd ook gezegd, ja, stel iemand raakt je van achteraan, maar dan misschien nog net niet je billen. Wat is het probleem? Wat voor schade leid je daardoor? Ik vraag me af of die betreffende advocaten, hoe zij dat zou vinden als ze het stadhuis zou verlaten en door een paar mannen onhuidig gestreeld zou worden. Zou dat een probleem zijn voor haar? Ik betwijfel het. In het pleidooi van de advocaat staat daar actonang, die immoraliteit of strekking. Dat wordt vertaald als immoreel acts. Dat wordt weer gesproken door de verdediging. Die zegt, ja, maar we hebben het toch over ontucht. Of hebben we het over immorele acten. Wat is daar het juridische verschil tussen? En hoe hebben ze dat uitgebuit ten opzichte van uw cliënten? Ik denk dat ze een soort subsidiair verweer hebben gevoerd. En dat ze aan de ene kant hebben geprobeerd te zeggen, luister, wat hij heeft gedaan. In ieder geval met de meerderjarige dames. Voor zover het al bewezen kan worden. Ze vinden het kan niet bewezen worden. En als het bewezen zou kunnen worden, dan is het niet strafbaar. Omdat het hoogstens gezien zou kunnen worden als immoreel handelen. Dat je bijvoorbeeld, als je getrouwd bent, dat je dan niet met andere vrouwen seksuele handelingen pleegt. Maar waar het om gaat, en daarmee miskennen ze de essentie van de problematiek, is het feit dat die meisjes gedwongen zijn om die handelingen te verrichten. En handelingen die ze niet wilden verrichten. En waarvan ze zich op dat moment misschien verplicht voelen om het te doen, juist omdat er meer een vrouwenspositie heeft. Een eis van 18 jaar en 20 jaar mag hij geen predikant meer zijn, pastoor meer zijn. Over dat laatste heb ik een andere vraag, maar wat vindt u van die eis? Kijk, het is een strafzaak van een ongekend groot kaliber op zichzelf. Dus daar mag overal een flinke strafeis tegenover staan. Hoewel de vraag is of het wel een hele hoge eis is, want je zou een mogelijkheid kunnen hebben om nog meer straf te eisen. Heeft het OM dat gemotiveerd? Het OM heeft het gemotiveerd, onder andere met de vrouwenspositie die hij had, het aantal slachtoffers, de leeftijd van de slachtoffers en de aard van de handelingen die zijn gericht. Maar waar het voor mijn cliënt om gaat, is dat hij gewoon gestraft wordt, dat er begrepen wordt dat wat hij gedaan heeft, waarvan hij gedacht wordt, dat gewoon echt niet kan. Dat er een duidelijke boodschap naar buiten toe gaat. Als je zulke dingen doet, dan word je gestraft. Dan zijn er consequenties. De tweede eis was ontheffing of niet meer mogen prediken voor de kerk. Nou hebben we volgens mij nog een scheiding tussen kerk en staat. Is dat een eis die geëist mag worden? Ja, je kan vragen om iemand uit een ambt te ontzetten. Alleen de vraag is in hoeverre dat in deze specifieke situatie kan. Want ja, wat voor een soort kerk is het? Hij noemt zichzelf een apostel. Is hij een geestelijke in de zin van de wet? Dus dat is een beetje discutabel. We zijn heel erg benieuwd wat de rechter ermee gaat doen. We hopen natuurlijk dat de rechter met die eis meegaat. Ja. Wanneer is de uitspraak? 5 juli. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Als je plaats maakt voor Jeroen. Ja. Ik heb een paar vragen. Oh, Olga, sorry. Ja.
daar kijken mensen mee op Facebook. En die hebben vragen gesteld. Die... Stel ze maar. Gaat het ook om jongens, is een vraag in dit geval? Het gaat alleen om meisjes. En de opmerking die ik al in het begin, in een vroeg stadium, aan het Openbaar Ministerie kenbaar heb gemaakt, en dat heb ik verder niet teruggezien in het requisitoor, is dat het mij opviel en cliënten opviel. Dus als je kijkt naar de foto's van cliënten die zij hadden op een bepaalde leeftijd, dat het meisjes zijn die veel gelijksoortige uiterlijke kenmerken vertonen. Alsof wij echt een bepaald soort meisjes uitkozen. Die indruk hadden wij, hadden ik van mijn cliënten, maar dat is echt persoonlijke mening. Oké, okay. Dan heb ik nog een vraag, dat is misschien een... wat moet je nou doen als je dit overkomt? Wat is de procedure, waar kun je naartoe? Misschien is het wel handig voor mensen om dat even te horen, want wellicht dat iemand luistert die dit overkomen is. Nou, wat ik dus had gezegd toen tegen mijn cliënten was, ga naar de politie. En dat is waar die kant fout gegaan, omdat de aangifte is gelekt en wij vermoeden om bepaalde redenen. Maar wat je het beste kan doen is een vertrouwenspersoon zoeken. En dat kan familie zijn, maar vaak is dat helaas geen familie, omdat vaak misbruik in familie plaatsvindt. Je kan naar een advocaat gaan, naar een andere vertrouwenspersoon en daar je verhaal. En dan bijvoorbeeld samen met die persoon, zodat er een getuige bij zit. Aangifte doen of rechtstreeks bij het Openbaar Ministerie of bij een politieagent, omdat volgens de wet een politieambtenaar verplicht is om een aangifte op te nemen. Tot slot, zijn er cijfers bekend over dit soort misbruik op Curaçao? Nee, voor zover mij bekend zijn er geen cijfers. Een van de redenen is dat we hier echt te maken hebben met een schaamte cultuur, daar hebben wij het ook eerder over gehad. Verwerpelijk wordt gezien, het is nog iets verwerpelijks, alleen het probleem is dat vaak de slachtoffers wordt kwalijk genomen en daarom wordt het vaak niet gemeld. Oké, dankjewel. Jeroen, welkom. Dank je. Jeroen is van de jazz. Wekelijks heeft hij een jazzhoek in ons programma. Normaal gaat hij op pad, dat heeft hij eigenlijk nu een beetje van achter zijn bureau gedaan. Vorige week was hij bij Rendel Korsen. Bij wie ben je dit keer geweest? Nou, als ik de vrijheid mag nemen om voordat ik daarover begin, om twee tips te geven die hier op het eiland afspelen. Stanley Clementina is een Curaçaose artiest die hier ook in Nederland woont en die op dit moment op het eiland is. Het is een fantastische zanger en gitarist die met Sherman Rouse heeft gespeeld, met Jan Dino, Tamara Nivilak. En die treedt vanavond om 6:00 op bij Koffermol. En dat is een absoluut, als je een mooi concert mee wil maken op Vaderdag, dan is dat echt een aanrader. En het andere wat ik even wil noemen, daar ga ik nog over schrijven aanstaande vrijdag, is dat aanstaande dinsdag gitarist Jean-Jacques Royer een heel bijzondere album gaat presenteren bij Landhuis Bloemhof. Het is wel gesloten, dus je kunt er niet zomaar naartoe gaan. Maar hij heeft zijn overgrootvader is Jacobo Palm. Bekend componist en hij heeft 4 jaar lang aan gewerkt om daar een eerbetoon aan zijn overgrootvader op te nemen met allemaal bekende artiesten van het eiland zoals Rendel Korsen, Pernell Santonino, Chris Berry doet ook mee. Dat hebben ze vorig jaar opgenomen en dat album wordt aanstaande dinsdag wordt dat gepresenteerd. Dat is echt iets om in de gaten te houden. Dan neem ik aan dat volgende week zondag een bekende gast hebben. Ik heb het hem gevraagd, maar helaas zit hij zaterdag alweer op het vliegtuig weer terug naar Nederland. Maar wellicht dat we er nog wat aandacht aan kunnen besteden. Maar ik wil het toch even noemen. Oké, okay, yes. Je gast steeds. Yes. Ja, dat is Robin Arends. Robin Arends is een muziekjournalist uit Haarlem. Hij is ooit begonnen, hij wilde gewoon pianist worden aan het conservatorium, dat lukte niet. En eigenlijk een beetje zoals ik, gewoon gek op muziek. En is op een gegeven moment wat muzikanten gewoon gaan bellen en mailen van mag ik gewoon eens met je praten. En daar is een journalistieke carrière uitgerold waar je nu tegen zegt. Hij schrijft onder andere voor de Volkskrant, voor Jazz Times, een bekend Amerikaans jazzblad en ook een Nederlands blad Jazz Nu. En ik heb hem gevraagd en ook nog 2 andere mensen, maar daar ga ik later nog wel wat over vertellen. Om eens in de maand eens aan te schuiven, hier virtueel, zullen we maar zeggen. En vanuit Nederland een tip aan ons te geven.
maar iets wat we absoluut moeten horen wat de moeite waard is. En wat heeft u deze week voor ons? Ja, hij zal het zelf doorgeven. Maar goed, ik kan het wel verklappen. Het is een band, hele jonge jongens. Zijn afkomstig van het conservatorium in Arnhem. Artes heet dat conservatorium. Iselinke Lies, dat kent ze ook. Ze zegt, ze is heel erg trots op ze. En de band heet de Raad van Toezicht. Dag Jeroen, hier is Robin Arends vanuit Haarlem. We staan hier bij een van de meest historische plekken. Dat is de Amsterdamse Poort, de laatst overgebleven poorten, of de laatst overgebleven poort van Haarlem. Je hebt me gevraagd voor het programma De Kroonlucht. Dat was een enorme eer. Ik vind het hartstikke leuk om hierin te verschijnen. En je hebt mij gevraagd om een tip. Een tip op het gebied van muziek, van jazzmuziek. Nu denk ik daar wel wat van af te weten en krijg ik iedere week enorm bergen aan cd's toegestuurd. En dan is het wel heel erg lastig om een tip te geven, want die cd's zijn allemaal prachtig en zo ontzettend veel muziek. Maar het programma leent zich niet voor alles. En we hebben YouTube en we hebben een bepaald format en ik weet dat daar niet alles in past. En ik was afgelopen weekend, zoals je weet, in Amersfoort. Amersfoort was het Amersfoort Jazz Festival. Daar waren prachtige artiesten aanwezig, zoals Randy Maas, Tim Kosma, Jazz Express. En daar was ook een band die ik graag als tip wil meegeven. Dat was namelijk de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een 12-koppige formatie uit Arnhem. En wat het leuke van die formatie is, is dat ze dubbele ritmesectie hebben. Ze hebben twee pianisten, ze hebben twee percussionisten, twee bassisten. En ze hebben een saxofonist en een trompetist. Het is een heel complete band, eigenlijk overcompleet lijkt het. Maar ze brengen de muziek zo dynamisch en zo prachtig. En zo explosief. Ze maken hun eigen arrangementen. Ze zijn geïnspireerd door Weather Report, door Snarky Puppy. Dat zal jou wel aanspreken. Ze zijn geïnspireerd door Pat Metheny. En ze brengen muziek. Ze zijn zelf actief in meerdere gezelschappen. We nemen Joel Bobma, die actief is in zowel Olsen, dat is een jazzkwartet, als de Broken Brass. En zo zijn er meerdere gezelschappen waar ze allemaal actief zijn. Nou, het is een prachtige band. Ze hebben onlangs hun nieuwste hun debuutalbum uitgebracht, genaamd De Raad. En daar komt het nummer Beam vandaan. Dat wil ik je nu laten horen. Dankjewel. En ik wil je ook nog even voorstellen aan de cameravrouw. Hoi, ik ben Silla, ik ben de cameravrouw en ik ben de dochter van Robin. En ik vind jazz vind ik ook super leuk. En ik zit ook op jazzballet, dus dat vind ik ook super leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En een hele fijne dag. We'll be right back.
Edsel heeft de prothese nu 21 jaar. Er is een kleine kleinigheid wat vervangen moet worden. Er is een lok wat vervangen moet worden. Kan u laten zien of is dat hier nu moeilijk? Ja, ik kan het wel even laten zien. Even leggen meer een pin. Er zit een pin, dat is een bevestiging en er zit dus onder in de prothese zitten een gat met een lokmechanisme wat dan waar de pin in bevestigt. Zijn lok is nu een beetje aan versleten, dus hij heeft dat hij op een gegeven moment niet voldoende pakt. Dat moet vervangen worden en is afgekeurd door de SVB. Mag niet vervangen. Mag niet vervangen. Wat moeten we daar nou mee? Dat betekent dat Edsel, die dus helemaal
21 jaar. TOPS functioneert. In één keer een prothese reparatie niet geaccordeerd krijgt en dus gewoon naar de rolstoel terug moet. Als je maar de mensen heeft benen. Ik hoor dat man van ons om een patiënt. Ik heb ons master draad in de kino. Een lak, om in Wikipedia lak, het is een fire, dat ben je fire. Het is een berg. Het is een berg. Dat gewoon een pieza goed agasta. En toen door die pieza gasta, wist ik kan bier. En toen ik een beetje kan bier, het is oké, trouwens, maar het functioneert een bom bij de tempo. En als het niet vervangen wordt, dan? Als het niet vervangen wordt, krijg je een gewone situatie dat zijn prothese niet meer functioneert. Dat je er niet meer mee kan lopen, want dan kan hij anytime zo eraf vallen. Ik heb meer patiënten, net als Edsel, die op een gegeven moment met een kleine reparatie weer verder kunnen. En dat is ook heel belangrijk. Edsel heeft nu 21 jaar gefunctioneerd met zijn prothese. Heeft 21 jaar gewoon gelopen, alles gedaan, is al lang uit de rolstoel en leeft gewoon zijn leven normaal zonder rolstoel en kan alles doen. En zoals we net hebben gezien, ook gewoon kan fietsen. Hij gaat overal naartoe op zijn fiets. Op het moment dat je dus die lok niet vervangt, maak je hem invalide. Aan de tafel mijn gewaardeerde gast Tom de Wind, zijn vrouw Marieke de Wind. We hebben ook nog patiënten meegenomen, mensen die belanghebbend zijn bij de discussie die we gaan voeren. En die discussie die gaat over uw relatie en de relatie van de gezondheidszorg met de SVB. Nou heb ik begrepen dat de SVB al jarenlang bezuinigt en moeilijk is met betalen. Maar het is nu erg nijpend, heb ik van u begrepen. U gaat met pensioen, maar het is niet van harte, begrijp ik. Nee, maar laat me beginnen bij het begin. Ik maak kunstbenen en orthopedische hulpmiddelen. En er is nu een nijpende situatie, want we hebben een wet, de Ley de la Bijan. En de fondsen daarvoor zijn bestemd om onder andere de gehandicapten te voorzien van hun hulpmiddelen en kunstbenen. En deze wet wordt door onze nationale verzekering, hè, de sociale verzekeringsbank, SVB, volledig naar zich neergelegd. Terwijl er in die wet een duidelijke formulering staat hoe de werkwijze moet zijn en waar mensen recht op hebben. Het is een wet die door Stanley Anderson is geïntroduceerd. Een hele ingenieuze wet die er zorg voor draagt dat als je wat overkomt, dat er fondsen zijn om dat te bekostigen. Helaas worden deze fondsen zijn ondergebracht bij de SVB. En die fondsen worden gebruikt als een schommelfonds. En zijn de gelden niet meer beschikbaar voor het doel waar het eigenlijk voor is. En ik denk dat de enige oplossing op termijn zal zijn dat het weggehaald wordt weer bij de SVB. Nou, we praten wel over oplossingen. Laten we eerst het probleem eens goed schetsen. Want de wind is hier een tegenstander. Wat betekent dit concreet voor u en uw patiënt? Het betekent gewoon dat mensen niet geholpen worden. En dat is een hele nijpende zaak, want als je een kunstbeen hebt of een amputatie ondergaat, dan word je ook nog een keer gestraft dat je niet daarmee geholpen wordt. Sterker nog, als je al een goed revalidatieproces hebt doorgemaakt en goed kan functioneren met je kunstbeen, en er moet een reparatie gebeuren zodat je dan weer verder kan, wordt dat geweigerd. Er zijn ook mensen die gewoon recht hebben op verzorging en die gewoon uit de Ley de la Bijan geteeld worden zonder opgaaf van redenen en die waar gewoon niets meer voor vergoed wordt. Maar eigenlijk is het ergste nog dat de wijze waarop dit allemaal gebeurt, het lijkt bijna op een criminele organisatie. Want als je bij de familie hoort, dan kun je binnen een uur een accordering krijgen en dan kan je je voorziening krijgen. En als je niet bij de familie hoort, dan heb je pech gehad. Dus, hoe weet u dat? Omdat dit gang van zaken is in de praktijk. Dus er zijn mensen die gewoon met een aanvraag naar de SVB gaan en binnen een uur een volledige goedkeuring krijgen. En anderen. En daar gaat u dan mee aan de slag met die mensen? En dan kan ik daarmee aan de slag. En anderen, dan verloopt gewoon
zelfs na 6 maanden de aanvraag, omdat het verder niet behandeld wordt of in ieder geval niet toegekend wordt. Maar gebeurt dat ook met patiënten die dus net geamputeerd zijn? Ja, er zijn zelfs patiënten die blijvend letsel hebben opgelopen doordat er geen accordering is afgegeven, die dus een verdere weer opgenomen zijn en een verdere amputatie hebben ondergaan, omdat ze geen hulp hebben gekregen op tijd. Ik heb SVB gevraagd, ze zitten hier niet aan tafel, maar ik heb ze gevraagd en ze zeggen wij zijn aan het controleren en er wordt veel misbruik gemaakt, dus we moeten streng zijn. Nou, het heeft niets te maken met streng zijn. Het heeft te maken met, er is een duidelijke formulering in de wet, de Ley de la Vigeance, hoe de procedures moeten zijn. En daar hebben ze lak aan. Daar wordt helemaal niet volgens de regels gehandeld. Gaan we zo direct over uw strijd met de SVB verder. U heeft ook een patiënt meegebracht, Judith Horizon. Kan je eens kort schetsen wat dit verhaal wat op u van toepassing is? Goedemorgen. Mijn man heeft een amputatie gedaan. Hij is via SUD zijn we terechtgekomen bij Tom. Hij heeft een been gehad. En wij hebben zelf bijbetaald, want hij heeft eigenlijk een select. Want een select. Select. Een silek. Wat is dat? Oh, een silek. Slaat een... Nee, computergestuurde. Een computergestuurde bie. Okay. Maar dat hebben wij zelf bij moeten passen, want SVB vergoedt het niet. Nee. Dus dat is een werk. Dat was zijn eigen wens? Dat hij kan werken, ja. Want hij moet werken. Want wat doet hij voor werk? Hij is apothekerassistent. Okay. En we hebben ervoor gezorgd dat hij die bie kan krijgen. Maar na een... Alles gaat goed, ging goed, maar na een paar aantal jaren, laatst 8 maanden geleden, is hij gevallen. Hij is een schouder op 7 plaatsen gemaakt. Nee. En elke keer gaan we naar SVD. En elke keer kreeg hij dan weer een maand om te blijven, thuis te blijven. En op een gegeven moment, de laatste keer dat we gingen, zegt hij, ik wil gaan werken. Ik wil thuis blijven, ik wil gaan werken. En doordat hij gewoon alleen thuis is, want ik moet werken, dus hij is alleen thuis, kreeg hij een cerebrale aanval. Doordat hij zich is gaan ergeren, doordat hij niet aan het werk kan. Hij heeft een cerebrale aanval gekregen, en liefst aan de kant, aan de goede kant. Ik heb toen, via SVD is het een geloop van hier naar daar, want niemand legt je uit wat je moet doen. Om aan bepaalde dingen te komen dat je nodig hebt. Zo belandde hij in Bethesda. Hij is 8 maanden daar. En niet eens twee. Ja, het is een verpleeghuis. En niet eens minder dan 2 weken wordt me gezegd dat die Lamichang niet meer van hem betaalt. Hij moet eruit. En nu zit ik weer. Ik zeg: dit keer, ik breng mijn hoofd echt niet. Laat het maar gaan hoe het moet gaan. Want ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet werken. Hij wordt gewoon uit. Verpleging wordt niet meer vergoed. Nee, het wordt niet vergoed. Moet naar huis eigenlijk. Ja, ze hebben me gezegd, Lady Lavishan betaalt niet meer. En ik vroeg, wat moet ik dan doen? Zet hem in een bejaardentehuis. Maar hij wil werken en hij wil lopen. Maar hij heeft geen therapie gekregen. Dus ik ga automatisch die been gebruiken. Waarom heeft hij geen therapie gekregen? Hij heeft geen therapie gekregen. Ik ga elke dag. Als ik 's morgens werk, ben ik al om 5 uur 's middags daar om hem te masseren en zijn benen te helpen. Dus zodoende heeft hij niet een vee die been beweegt. En 7 uur haast ik me weer om hem weer te gaan masseren, dat hij niet een stijve been krijgt, maar dat toch slap is, dat misschien hij toch eens een keertje geholpen kan worden. Want hij wil lopen en als ze hem helpen, kan hij lopen. Maar hulp SVB. Ik geef de microfoon even aan Tom. Ja, meneer Kempis, waar we nu over praten, die heeft de mogelijkheid om gerevideerd te worden en weer te kunnen gaan leren lopen. Maar eigenlijk wordt gewoon systematisch zijn vergoeding geweigerd. Nu hebben ze uiteindelijk een klein onderdeel van wat er moet gebeuren goedgekeurd. Dus net als je een auto geeft, maar je krijgt geen wielen en we geven je ook geen windshield. En je moet maar kijken hoe je met die auto gaat rijden.
we hebben er niks aan als je dus een klein onderdeeltje goedkeurt en wat er eigenlijk helemaal moet gebeuren voor deze meneer om hem te revalideren, niet goedkeurt. Want dan kunnen we dus eigenlijk helemaal niks doen. En dan heb je dat iemand achteruit gaat, zoals deze meneer, en dat hem de kans ontnomen wordt om weer erbovenop te komen. Wat dus blijvend letsel met zich meebrengt. Wat voor discussies heeft u met SVB hierover? Er is een uitgebreide briefwisseling en de directeur, Philip Martens, is daarin kopieconform steeds ook... Hij weet ervan. Maar degenen die hierover gaan zijn Frits van Lamoen en Lisette Kova. En die hebben het steeds gepresteerd om gewoon de wet helemaal naar zich neer te leggen met nieuwe regels te komen. Onder andere, orthopedische schoenen voor kinderen moeten 2 jaar mee. Nou, we weten allemaal dat kinderen onder de 12 jaar, dat hun voeten zo groeien dat dat nooit 2 jaar kan. Bovendien krijg je dan een correctie en na 2 jaar ga je dus weer verder en dan moet je dus wat je weer verloren bent, dan correctie weer ophalen. Het is totale onzin om op die manier te werken. Volwassenen moeten orthopedische schoenen 3 jaar meegaan. Nou, dat is ook een onmogelijkheid als je een schoen dagelijks altijd moet dragen, omdat je niet anders kan. En dat je dan daar 3 jaar mee moet functioneren. We hebben een patiënt aan tafel met orthopedische schoenen. Sandra, welkom. Kan jij vertellen hoe dat gaat? Wat betekent dat voor u als u geen nieuwe schoenen krijgt? Dan kan ik niet lopen. Ik kan niet zonder de schoenen. En u werkt? Ik werk 40 uur per week. Ik ben keukenspecialist. Ik volg keukens. Dus ja, ik wil mijn job graag behouden. Maar als ik geen schoenen heb, kan ik niet meer gaan werken. En de leermaker reageert gewoon niet. Dus ik ga nu andere stappen ondernemen. En ik wil daarbij ook andere patiënten oproepen om zich te melden. Want dit kan gewoon. Wat heel belangrijk is om hier eigenlijk ook vast te stellen, dat mensen die zo'n voorziening hebben, die kunnen heel vaak, als ze de goede voorzieningen hebben, jaren gewoon goed functioneren, hun werk doen, elke dag auto rijden en hun werk gaan en hun leven gewoon doen. Maar als je die voorziening van ze afneemt, dan zijn ze invalide ineens. En dan kunnen ze niks meer en dan kunnen ze niet meer functioneren. Sterker nog, verzekeringwijs is dat ook niet slim, want dan komen ze ten laste van de gemeenschap en dat kost dan ook geld, terwijl ze productief kunnen zijn in de gemeenschap. Behalve dat je hun helemaal hun quality of life afneemt. Hebt u meer van dit? Nou, ik neem aan van ja, maar om hoeveel mensen gaat het? Nou, we hebben sowieso... In uw praktijk dan? We hebben sowieso zeg maar een lijst die varieert tussen de 30 en de 40 mensen die in behandeling zijn. En soms worden mensen ook uitgenodigd om naar de SVB te komen. En dan heb je bijvoorbeeld een dame die op Bandenbouw woont, die suikerpatiënt is en dialyseert en een been mist. En die laten zich rustig 5 keer voor niets naar de SVB komen. Die komt daar, die wordt eigenlijk niet te woord gestaan zomaar. Er komt niet iemand naar haar toe. Nee, ze mag dan praten via de telefoon bij de portier, met de desbetreffende persoon, in dit geval vaak dan Frits van Lamoen, via de telefoon, dat hij boven op kantoor blijft en niet eens naar beneden komt om die patiënt te woord te staan. Terwijl de patiënt premie betaalt, en soms wel 40 jaar premie heeft betaald, en dan niet geholpen wordt. Verder heb je ook mensen die hebben dan een prothese gekregen, en dan worden ze opgebeld door de SVB dat ze een rolstoel moeten inleveren. Want als je een prothese hebt, dan mag je geen rolstoel hebben. Maar die rolstoel heb je ook nodig als je bijvoorbeeld in de badkamer bent. Of als je 's nachts naar de toilet moet, dat je dan met je rolstoel naar het toilet moet. Je hebt hem ook nodig. Dus als je dan een ouder iemand opbelt op een maandagochtend en zegt, we komen je rolstoel halen.
dan maak je die persoon helemaal van streek. Dat hele functioneren wordt er onderuit gehaald. Wat ik niet begrijp is, bij het SVW zijn toch artsen werkzaam? Die heeft overleg met artsen, neem ik aan. Nee, helaas is het zo dat degene die hierover gaat, dat is dus Frits van Lamoen en Lisette Boven. Frits heeft een opleiding bij de IVI gevolgd. En verpleegkundige opleiding. En wij werken alleen maar op voorschrift van specialisten en huisartsen. Dus die schrijven dan een verwijzing naar ons en wij moeten dan een voorziening maken die daarmee klopt. Wat er nu gebeurt is dat iemand met een verpleegstersopleiding, die gaat gewoon schrappen in die verwijzing. We hebben laatst ook een geval gehad dat er zoveel geschrapt werd in iemand die een beugel moest krijgen, dat alleen maar de scharnieren overbleven. En we kunnen niet iemand die een beugel nodig heeft, twee scharnieren geven. Het beeld dat u schetst binnen SVB is dat er eigenhandig op een wellicht niet medische manier gekeken wordt naar wat er aan de hand is en hoe daar de vereniging op moet reageren. De wet en de procedures, zegt u, worden niet gevolgd. Heeft u eraan gedacht om dat dan bij de rechter neer te leggen? Nou, het punt is, er is ook een reden dat hier niet huisartsen en specialisten zitten. Want de praktijk is dat als je tegen de SVB gaat, dan word je aangepakt en dan word je geboycott. Ja, ik kan dat even bevestigen. We hebben in de aanloop naar deze uitzending ook huisartsen gevraagd om aan tafel te komen. Ze vertellen mij het hele verhaal, maar aan tafel voor camera, dat is net een stap te ver. En dat is natuurlijk een probleem wat we vaak op Curaçao hebben. Het voor camera zeggen wat er aan de hand is, maar in dit geval, dat is de reden waarom we die niet aan tafel hebben op dit moment. En dat is wat ik bedoel, dat eigenlijk een verzekering, een nationale verzekering, gerund wordt op een manier dat het lijkt op een criminele organisatie, want je wordt gewoon bedreigd. Als je dus tegen ze ingaat, dan word je gewoon aangepakt. Terwijl er een wet... U bedoelt, als u de casus aanbrengt en strijdt tegen het onrecht wat u signaleert, dat u daarmee in uw portemonnee of in de behandeling van uw patiënten uiteindelijk tegengewerkt wordt? Aangepakt wordt, jazeker. Terwijl er een wet is die geformuleerd is, waar precies in staat hoe procedures moeten lopen, hoe de aanvragen beoordeeld moeten worden. En dat wordt volledig aan de kant geschoven. Dus we hebben een overheidsinstelling die gewoon volledig buiten de wet opereert. U knikte ja net. Ja, want ik wilde ook nog even wat zeggen. Als mijn man uit de testen gehaald, de rui moet, waarom moet ik dan toch Lady Labishan betalen? Waarom? Ik kan niet meer geholpen worden, maar het geld wordt nog steeds ingehouden. Dan hoef je het dan toch niet te betalen. Jullie kunnen me helpen, waarom moet je het dan toch betalen? En je geeft hem de binnenkoker, je gaat akkoord met de binnenkoker en die buitenkoker niet. Hoe ga je die binnenkoker verkleinen of vergroten en die buitenkoker blijft hetzelfde? Ik kan het niet gebruiken, want dan gaat het of te strak zitten of het gaat wiebelen, kan je dan toch niet op die voet lopen. Dus ik begrijp ze niet. Tom, is het nog überhaupt mogelijk om een praktijk te voeren? Een orthopedisch praktijk? Nou, een van de redenen waarop ik eigenlijk nu met 61 met pensioen ga, is omdat het functioneren eigenlijk niet meer mogelijk is. We zitten met een situatie waarbij de fondsen als een schommelfonds worden gebruikt. Dus druppelsgewijs laten ze machtigingen door die geaccordeerd worden, zodat je eigenlijk niet je vaste kosten kan betalen en de salarissen van personeel. Je moet, om dit werk te doen, moet je een uitgebreid magazijn in stand houden met materialen en onderdelen om de fabricage te kunnen doen. Dat kan je gewoon niet meer bekostigen. Je moet jezelf bijscholen, want je moet elk jaar naar congressen gaan, omdat er heel veel ontwikkelingen zijn. Wij werken met een prijslijst die uit 1996 is, dus ook de update van de nieuwe ontwikkelingen, die zijn daar niet. Dus dan krijg je uitgebreide discussies over voorzieningen die je moet treffen om mensen op een goede manier en op een verantwoorde wijze te helpen. Die dan niet kunnen, want er wordt gewoon ingeschrapt. Je kunt ook niet bijvoorbeeld een recept, als een arts jou een recept geeft, dan kan de apotheker daar niet zomaar in schrappen en iets anders van gaan maken. Maar
de mensen bij de SUB die schrappen gewoon in wat voorgeschreven staat. Wat ze, vaak weten ze niet eens waar het over gaat. Soms duurt het maanden voordat wij überhaupt dan een brief krijgen waarin gezegd wordt dat ze meer onderbouwing moeten hebben. Nou, heb je daar 4-5 maanden over moeten doen om meer onderbouwing te krijgen, terwijl onderbouwing, het staat uitgebreid uitgelegd wat de patiënt heeft, waarom hij die bepaalde voorzieningen moet hebben, welke onderdelen noodzakelijk zijn, en dan vragen ze na 5 maanden, vragen ze meer onderbouwing. Het is een farce. Terwijl het gaat om mensen hun gezondheid, het gaat om het functioneren van mensen, wat je hun ontneemt. Er zijn ernstige zaken van mensen die blijvend letsel hebben overgehouden. Een ernstig voorbeeld is bijvoorbeeld een meisje van 2 jaar met brandwonden. Ik heb je de foto's daarvan laten zien. Die heeft een behandeling gekregen van de plastisch chirurg. Een elastisch pakje om druk uit te oefenen op het littekenweefsel. Het kindje is gewoon daaruit gegroeid en moest voor de vervolgbehandeling een nieuw bakje krijgen. Dat is gewoon domweg geweigerd en de behandeling is gestopt. Dit meisje is voor de rest van haar leven verder verminkt doordat die goedkeuring niet is doorgezet. Terwijl je ook een timing hebt. Dus als je nu komt, dan is alles al zo ernstig misgegaan. Terwijl de huisarts, de plastisch chirurg nog brieven daarover heeft geschreven. Die worden gewoon opzij gezet. En gaat het dan om veel geld? Want hoeveel geld besteedt de overheid aan hulpmiddelen? Nou, wij zijn ongeveer 0,5% van het totale budget van kunstenaars. De gezondheidszorg. Maar, daarom kom ik er nog een keer op terug. Sinds dat de Lady Lavigian is ingevoerd en dat budget wat het oplevert bij de SVB is geparkeerd, wordt het dus als een schoolfonds gebruikt en daardoor is er geen geld meer beschikbaar. Terwijl wij in een maatschappij leven waarbij we tussen de 10% en 15% suikerziekte hebben. Dus je praat over 15.000 tot 27.000 mensen die suikerziekte hebben. We doen niets aan preventie. En de voorzieningen die effectief mensen kunnen helpen om te voorkomen dat ze complicaties kunnen krijgen, die worden gewoon domweg niet meer gegeven. Waarbij er daardoor niet alleen niet bezuinigd wordt, maar meer kosten worden gemaakt. Dus onder het mom van bezuinigen maak je meer kosten. Want iemand die bijvoorbeeld een orthopedische schoen moet krijgen die 2000 gulden kost, noem maar eens een prijs, want dat varieert natuurlijk, maar die kan complicaties krijgen en die wordt dan 3 weken opgenomen in het ziekenhuis. Er wordt een ingreep gedaan, er moeten onderzoeken gebeuren. Dan praat je over 30.000 gulden aan kosten, terwijl je 2000 gulden hebt bespaard. En deze mensen hebben, die op de afdeling werken van de SOB, hebben dat overzicht niet. Die weten niet eens dat ze zoveel meer kosten maken dat het budget nog ernstiger. Dat is voor later waarschijnlijk, hè? Ja, het is verschrikkelijk. Dus het is onkundig. Je kunt niet bezuinigen zonder kennis. En als je dus gaat proberen te bezuinigen zonder de vakgroep erbij te betrekken, Dan ben je met onzin bezig. Dan maak je alleen maar de zaak veel gecompliceerder. De mensen worden ernstig benadeeld en je krijgt niets voor elkaar. Heeft u contact met andere beroepsgenoten van u over deze materie? Want u gaat nu sluiten. De patiënten gaan waarschijnlijk overgeheven worden. Er zijn inderdaad andere collega's die precies hetzelfde ervaren. Die dus ook stapels hebben met aanvragen die niet goedgekeurd worden. Maar er is ook een vrees. Er is steeds een vrees, want als je te hard je opstelt ten opzichte van de SUB word je aangepakt. En dat betekent dus dat je nog erger aangepakt wordt en dus dat dingen nog minder gaan lopen en niemand durft dus echt gewoon open en bloot de discussie in te gaan. En daarom moet vandaag gewoon het open en bloot gezegd worden wat er hier mis is. En ik denk dat we een ernstige situatie hebben die op korte termijn aangepakt moet worden. Uw vrouw gaat ook met pensioen, want uw vrouw is fysiotherapeut. Hè? Mijn vrouw is fysiotherapeut en zij werkt dus ook samen met mij met het oefenen van mensen die bij ons kunstenaar binnenkrijgen. Monique? Ja, als de mensen niet meer voorzien worden van protheses en dus niet meer oefenen, die zitten thuis. Maar ik bedoel, hun behandeling moet nog verder. Ja, die moeten zich dus nu bij de andere bedrijven, eigenlijk bij COP, dat is een onderdeel van het Nationaal Chirurgie Instituut. Dat is een stichting
En die hebben nog misschien wat potjes waar je het allemaal uit kan halen. En die worstelen verder. Maar die hebben ook in 2013, toen de BVZ ingevoerd is, onterecht de mensen die protheses moeten hebben uit de Leiden Labijan gehaald zijn, door de SVB, die zeggen, nee, als jij een prothese hebt, ben je niet meer gehandicapt, want je kan lopen. Dus je hoort niet meer onder de AVBZ. En als je de AVBZ doorleest, dan zie je heel duidelijk dat ze daar wel in horen. Dan ben ik nog weg. Ja, dus we kunnen ze op die manier niet meer helpen. Zij kunnen dat nog wel omdat ze nog wat potjes hebben. En op die manier doen zij het. Maar wij kunnen niet meer tegen de patiënten zeggen, sorry, we helpen je niet. En voorbij het SW, ik had een rechter al even genoemd, maar we hebben een nieuwe minister van Gezondheidszorg, Susie Reuben. Heeft u daar contact mee gehad? Nog niet, we hebben een brief gestuurd aan de vorige. We hebben natuurlijk een heleboel ministers van Gezondheidszorg gehad. We hebben een brief gestuurd aan, de vorige. Daar hebben we geen reactie op gehad. En het is voor ons niet gewoon te maken. We zitten hier niet voor onszelf om nog te proberen open te blijven ofzo. Voor ons kan het niet meer. Het is gewoon een gepasseerde patiënt. We zitten hier gewoon voor de patiënten om te proberen om nog aandacht hiervoor te krijgen. Zodat het in de toekomst toch geregeld wordt dat de patiënten geholpen worden. En dan via COP. Ik heb zomaar een idee wie onze gast de volgende week is. Tom, als je nog wat wilt toevoegen, dan gaan we het afronden. Nou, wat ik nog wil zeggen is eigenlijk inderdaad wat Marieke net zei. Onze hoop is, met onder andere hier naartoe komen, dat we op Curaçao toch dit probleem oplossen en dat mensen die een amputatie moeten ondergaan of een andere handicap, want als je praat over handicaps dan denkt iedereen, oh dat zijn die mensen ver weg daar, maar we zitten bijvoorbeeld allemaal in het verkeer. Ik heb diverse patiënten die bijvoorbeeld een verbrijzelde enkel hebben overgehouden aan een auto-ongeluk of iets dergelijks en in één keer aan de andere kant van de streep komen en die met een voorziening kunnen functioneren. Dus mijn hoop is dat dit toch op een goede manier wordt aangepakt en dat mensen geholpen kunnen worden als ze op Curaçao zo'n nare ervaring moeten ondergaan, dat ze een been moeten missen of iets dergelijks, dat ze goed opgevangen kunnen worden. En ik hoop ook dat de mensen die we al geholpen hebben nog in het vervolg geholpen kunnen worden. Daar zitten vandaag vaders, Vaderdag te vieren, die goed functioneerden met hun been en nu in één keer niet meer functioneren omdat er geen goedkeuring is. We hebben onder andere bijvoorbeeld een kippenboer die heel goed functioneerde met zijn prothese en zijn werk kon doen, maar nu niet meer functioneert en geen goedkeuring krijgt en zijn bedrijf gewoon kapot gaat, want er wordt niet geaccordeerd. En ik hoop dat dat gaat veranderen. Daar wil ik het afsluiten. Goed, dank u wel. Ik moet zeggen. Wil je nog wat zeggen, Judith? Ik wil de meneer en mevrouw de Wijn heel hartelijk bedanken, want ze hebben ons heel geholpen. Door hun te doen, toch maar weer. Dag van harte. Ik zou willen vragen, Tom, of je plaats wil maken voor onze columnisten die de uitzending gaat afsluiten. Bedankt Sandra, Judith, Marieke en Tom voor jullie bijdrage. Jeroen houdt de microfoon vast. Goed, Jeroen is een hele goede microfoon standaard. Ja. Okay. Ja. Dus we gaan afsluiten met het column van Anthony Laxman. Begin vorige week was heel Curaçao in brand aan de rechtszaak Babel. Alle kranten stonden er vol van en op de radio en sociale media bleek het nergens anders over te gaan. Tot de zaken pasten. Bah, wat draaide mijn maag daarvan om? Tientallen jonge vrouwen zijn jarenlang door deze vertegenwoordiger van de Wezen Blessingswerk misbruikt. Hij zou deze vrouwen verkrachten om de duivel te verdrijven. Een walgelijke manier om deze jonge onschuldige vrouwen te manipuleren en te intimideren. Zouden zijn slachtoffers dit aan iemand vertellen, dan zou de duivel worden geactiveerd.
wat zal er door zo'n bijvoorbeeld 11-jarig meisje heen zijn gegaan? Deze oudere, grote, imposante man die door heel jouw familie en buurt wordt geadoreerd, doet jou pijn en je kunt er niets tegen doen. Je mag en kan het tegen niemand vertellen. Je moeder, je vader, je broer, je zus, iedereen houdt van deze man. Hoe machteloos moeten zijn slachtoffers zich hebben gevoeld? Veel slachtoffers van seksueel misbruik durven dit niet naar buiten te brengen. De enkelen die dit wel doen, hebben overigens te kampen met mensen die alles wat ze zeggen in twijfel trekken. Is het echt zo gegaan? Kunnen ze het goed herinneren? Het is al zo lang geleden, zijn ze hier zeker van? Hebben zij hem misschien niet verleid? Het valt mij op hoeveel mensen deze slachtoffers weigeren te geloven. Vol verbazing heb ik deze week weer de uiteenlopende reacties gelezen. Deed me denken aan de Bill Cosby-zaak, die toevallig ook deze week werd behandeld. Natuurlijk zijn we er zelf niet bij geweest. Zeker weten kunnen wij het nooit. Maar de vrouwen die hun verhalen tot in detail openbaar maken en hun ervaringen keer op keer hebben moeten herbeleven, op het politiebureau, voor hun advocaten en tijdens de rechtszitting, verdienen meer medeleven en respect dan direct aan de schandpaal te worden genageld. Vanwaar toch dit gebrek aan respect voor vrouwen en verheerlijking, verering van mannen? Zonder ook maar het oordeel van de rechter af te wachten, weten vele mannen en ook vrouwen al zeker dat deze vrouwen vast media-aandacht willen of vast allemaal hoeren zijn. Hoe kan het toch dat een man in hun ogen zo onfeilbaar is? Vooral een pastoor of een Bill Cosby, want de jury is er in de zaak tegen Cosby niet eens uitgekomen. Kijk eens om je heen. Ondanks het feit dat veel vrouwen op het werk en op straat last hebben van seksuele intimidatie, kunnen zij beter deze complimentjes accepteren. Reageren ze daar niet op, dan zijn ze zeker arrogant. Ze moeten zich niet zo aanstellen, want die mannen bedoelen het heus niet zo. Als een man je aanstaart, jou zonder te vragen aanraakt, je gewoon gezellig even vastpakt of je lekker noemt, moeten vrouwen daartegen kunnen. Als je hier iets van zegt, word je al snel voor feminist uitgemaakt. Ik weet ook niet precies wanneer dit een scheldwoord is geworden. Je bedoelt dat ik niet vind dat een man automatisch ergens beter in is? Je bedoelt dat ik niet vind dat de mening van een vrouw er minder toe doet? Je bedoelt dat ik het normaal vind dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn? Je bedoelt dat ik het normaal vind dat mannen en vrouwen op dezelfde manier worden behandeld? Je bedoelt dat ik het normaal vind dat een 11-jarig meisje de waarheid kan vertellen en niet onderdanig hoeft te zijn aan een oudere man? Ja. Dan ben ik een feminist. Waarom zijn wij in 2017 niet allemaal feministen? Want niet in elke man schuilt namelijk een messias. Vooral niet in een apostel. Met de bron van Angie de Lachman bedankt. Zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending, deze derde testuitzending. Misschien hebben we er nog een paar. Ik wil alle gasten aan tafel en de mensen die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan deze uitzending hartelijk bedanken. Ik noem even Olga Kostrevski apart en Tom de Wind met de gasten die daar weer bij zaten. Jeroen Jansen, Veva Maduro en Angelique Dutchman ook bedankt. Techniek en opname waren in de handen van Shivai, Kaluli en R.W. Gielen. En ik moet even de Lies bedanken, Ernst Vindy en de woorden van heen kijken. Wilfred Hendriksen van de gouverneur die ons deze prachtige locatie elke week geeft. En de consumptiebonnen om deze kronen te kunnen maken. George Saal is de man die ons gebeeld wordt in een baard en heeft weggegeven. Dus als je langs Salia reed, dan zie je Yves en mij en onze mooie vestjes mooi in beeld staan. Ik wens jullie een prettige Vaderdag.